2015 is het jaar waarin het iets beter ging met de architectenbranche. We hebben dat gemerkt onder onze leden, dat het op sommige punten wat beter ging. Wij zelf hadden als inzet voor 2015 op een drietal punten resultaat te halen. Ten eerste op het punt van aanbesteden, ook op het punt van CAO, dus een goede CAO voor de branche afsluiten. En als derde wilden wij de ledenwerving een impuls geven, zodat het collectief versterkt zou worden. We hebben een tweetal, wat we noemen aanbestedingstafels georganiseerd, samen met opdrachtgevers en met adviesbureaus, om te kijken hoe we beter aanbesteden praktisch vorm kunnen geven. En een van de dingen die daaruit is voortgevloeid, is een soort richtlijn over hoe je nou proportioneel kunt aanbesteden, zeg maar hoe je de uitvraag in verhouding kunt brengen tot de omvang van de opdracht. En daar komen een aantal hele concrete handreikingen voor die we in 2016 willen gaan presenteren. Het is gelukt om die in 2015 af te sluiten. Dat is een hele sobere CAO, zodat de branche inderdaad nog wat lucht heeft, CQ op adem kan komen na dramatische jaren. Meer leden dan andere jaren geworven. Dat zal in 2016 nog tot nieuwe resultaten moeten leiden, zodat we inderdaad meer collectieve kracht hebben en meer stem aan de branche kunnen geven. En wij zijn het initiatief Sense of Belonging gestart. Geef vluchtelingen niet alleen een dak, maar ook een thuis, meer kwaliteitsrijke omgeving. En die oproep van ons aan architecten en aan probleemhouders, gemeenten en corporaties, heeft aan de architectenkant heel veel enthousiasme opgeleverd. Er hebben zich echt heel veel bureaus aangemeld, heel enthousiast ook meegewerkt. En we hebben nu ook een aantal concrete casussen lopen. Een initiatief gestart met jonge architectenbureaus, startende bureaus, de Architectural Business Builders. En die hebben we geholpen met die moeilijke start. Hoe doe je dat nou? En ook een platform gegeven. En tegelijkertijd ook met elkaar een netwerk gemaakt om van elkaar te leren. Ja, waren we heel blij met in 2015 met de aandacht in de pers voor architectuur die we hebben kunnen genereren. Als hoogtepunt, gebouw van het jaar. Goede, prachtige uitgave in 2015. Met een fantastische winnaar met Rotterdam Centraal. En ook in een uitzending van De Wereld Draait Door. 1,4 miljoen kijkers die allemaal zagen wat architectuur vermag. Nou, daar waren we natuurlijk heel erg blij mee. En ook de verdere aandacht die daarvoor gebouw van het jaar in 2015 is geweest. Maar ook verder zijn we als BNA met de punten die ertoe doen voor de branche. Of het dan gaat over aanbesteden, over collectieve krachten, over de markt. Zijn we veel op in de geschreven pers geweest, maar dit jaar of afgelopen jaar 2015 ook veel op radio en tv. En nou, dat vinden wij ook belangrijk om als stem van de branche naar buiten te treden. En, ja, 2016 wordt een spannend jaar. We hopen natuurlijk dat de groei doorzet, dat het echt nog meer gaat opleveren. We zijn bezig met scenario's over de toekomst van de branche, ook verder kijkend over de grens van jaren, een paar jaar heen, van wat gaat er op ons afkomen. Verder met Ontwerpend Nederland, samen met de andere disciplines, de ruimtelijke disciplines, stem geven, een agenda maken voor Ontwerpend Nederland, de ontwerpende branches. En we willen toch ook nadrukkelijker nog, met ook een speciaal netwerk, de duurzaamheid in 2016 vanuit de architectenbranche gaan vormgeven. En dat zijn een aantal ambities die we sowieso voor 2016 hebben. Nou, nieuw beleidsplan zoals ik al zei. En dan willen we natuurlijk meer leden, meer kracht, zodat we de brancheontwikkeling zoals we die willen op niveau kunnen krijgen. En daarmee ook de belangenbehartiging nog sterker naar voren kunnen brengen. We zijn er allemaal aan toe. En wij hebben goede hoop dat dat gaat lukken voor 2016.